Nou, welkom bij weer een nieuwe webinar. Ja, deze had ik echt bijzonder veel zin in. Ik heb altijd al zin in deze webinars, maar deze echt bijzonder veel. Omdat ik, ja, wat mij betreft, de coach der coaching heb uitgenodigd, Angelique van Hest. We Dank je, kennen dank je. elkaar al, ik denk al 3,5 jaar inmiddels, hè, Angelique. Ik ben gegaan op een, ja, op een nascholing in Portugal. Die is daar met een aantal anderen georganiseerd voor zorgverleners. En ja, ik kwam anders uit Portugal terug, positief. Dus mijn leven was echt positief veranderd. We hebben altijd contact gehouden. Hebben zelf nog een nascholing gegeven. Je bent ook een onderdeel van ons leefstijlprogramma, het online leefstijlprogramma. En ja, ik vind het vreselijk leuk dat je hier bent. Ook natuurlijk speciaal welkom voor jou. Hartelijk dank u. Is misschien leuk om zo meteen ook eventjes iets over jouzelf te vertellen. Ja, ik wil best over mezelf vertellen. Nou, dag mensen, welkom. Ik ben Angelique van Hest. Ik ben 56 lentes jong, afkomstig uit Tilburg, zoals je waarschijnlijk hoort aan mijn zachte G. En ik heb van alles en nog wat gedaan in mijn leven. En eigenlijk altijd gedreven door de nieuwsgierigheid naar menselijk gedrag. Dus ik heb ooit psychologie gestudeerd, maar ik kan helemaal niks van statistiek. Dus na 2 jaar had ik alles gehaald, behalve statistiek. En toen moest ik dus van de universiteit af, wat een gouden greep bleek, want toen heb ik jazzpiano gestudeerd. Dat heb ik afgemaakt. Gespeeld ook een aantal jaren, tot ik in 33 een cursus persoonlijke ontwikkeling deed, waar mij het geheim van het leven werd onthuld. Ik dacht, dat wil ik iedereen vertellen. Met ook bij mij de disclaimer, niks van wat ik zeg is waar. Dus dan weet je dat vast. Het is een manier van kijken die voor mij ontzettend goed werkt. En waar ik vanavond over ga delen is dan ook niet een model, maar is echt de manier waarop ik in het leven sta. Dus vanaf mijn 33ste ben ik bezig als begeleider, trainer, coach op het gebied van communicatie, omdat ik denk dat daar alles mee begint, ook ons geluk. En met name ook de verhalen die we onszelf wijsmaken in ons hoofd, wat jullie waarschijnlijk allemaal wel kennen. De stem in je hoofd die alles de hele dag gratis en voor niets van commentaar voorziet. En het Zelfde werkt positief. zelden positief en we geloven het nog ook. Dus dat was voor mij een grote bevrijding om te zien dat die stem helemaal niet klopt. Dus van daaruit heb ik ook hele andere keuzes in mijn leven kunnen maken. Ik woon nog steeds in Tilburg. Jullie zien me nu in mijn huisje in Amsterdam. Ik heb de mazzel om ook daar een eigen huis te hebben. En verder ben ik very happy, very single. Ik heb op dit ogenblik geen relatie, geen kinderen, geen huisdieren. Wat willen jullie nog meer weten? Typ het in de chat. Is er nog iets wat ik moet zeggen, Tamara? Vertel. Nou ja, laten we gewoon van start gaan. Vaak zie je dat mensen soms nog eventjes een beetje, zeker in het begin, nog wat spannend vinden om vragen te stellen. Dus ja, we hebben dus een uur de tijd, hè, tot 9 uur. Dus heb je vragen voor Angelique? Ja, ik ken je redelijk. Je mag volgens mij alles aan je vragen. Jij geeft perfect aan waar jouw grens zit. Zo is het. En nou, er zijn al heel veel mensen die hoi, hallo. Er zit al iemand die zegt zeker het moeite waard het leefstijlprogramma. Nou, superleuk. Ik zal zo meteen ook nog even in de chat zal ik even de nascholingen die jij verzorgt ook even erin zetten. Hè. Dus zowel die voor zorgverleners als voor de mensen met Die niet. tinnitus, dus oorsuizen. Die zal ik eventjes ondertussen in de chat zo meteen zetten. Super. Ja, wat mij betreft laten we beginnen bij. Ja, ik vind het altijd zo wonderlijk. Hè? Jij zei al inderdaad, die stem in jouw hoofd die zelden positieve is. Ik vergelijk hem zelf vaak ook met twee chagrijnige Muppets die op het balkon zitten. Hoe heet ze ook alweer eens? Dexter en Waldorf. Waldorf. Die zit de hele dag overal commentaar op te leveren. En soms lijkt het nogal positief, maar wordt het daarna eigenlijk meteen afgezwakt. Nou, voor mij zeer herkenbaar. Ik herken hem nu steeds beter en ik kan er ja, ook wat makkelijker. Ik neem hem wat minder serieus. Maar kan je daar eens even iets over vertellen? Hoe zit dat? Hoe komen we eraan en hoe komen we ervan af? We komen eraan, we komen er vanaf. Nou, over de laatste kan ik kort zijn. Niet. Je komt er niet vanaf. Je kan alleen minder serieus nemen, eigenlijk precies wat jij zegt. En het is met name dat stemmetje wat zegt, als het heel goed met je gaat, dan is er altijd zo'n stemmetje wat zegt, nou het gaat wel heel goed, het zal wel niet zo heel lang duren. Of hoe lang zal dit duren? Terwijl als het heel slecht met ons gaat, dan is er nooit een stemmetje wat zegt, nou het gaat nou wel heel slecht, daar zal zo wel over zijn. Die werkt dan weer niet. Dus het is inderdaad die gratis radiozender die we allemaal hebben, die de lol van het leven soms vermindert.
En die zelfs behoorlijk soms kan aantasten, zal ik maar zeggen. Nou, hoe die ontstaat is, als ik het enigszins kort samenvat, rond ons anderhalfde levensjaar reeds. Dus we kunnen er helemaal niks aan doen. Het is allemaal onbewust. Wat er gebeurt is dat we op een gegeven ogenblik, als onze opvoeding begint, en rond anderhalf, twee jaar, dan kunnen we ook praten. En heeft ons zelfbewustzijn zich ontwikkeld. Het is heel grappig, misschien weet niet iedereen dat, maar wij worden als mens zonder zelfbewustzijn geboren. Dat is dus heel rustig, want dan maak je ook niet druk over jezelf. Dat scheelt stukken. Je kunt dat ook zien, er zijn bijvoorbeeld heel leuke filmpjes over een klein kindje, wat in de spiegel kijkt, zichzelf ziet, maar dan om die spiegel heen loopt om te kijken waar dat kindje is, want het herkent zichzelf niet. En dat verandert rond de anderhalf jaar. Dan herkent een kindje zichzelf ook in de spiegel. En dan hebben ze zo'nzelfde experiment gedaan, waarbij het kindje zo'n geeltje op zijn voorhoofd heeft. Ik heb er toevallig hier geen liggen, anders zou ik meteen even voordoen. Maar het kindje heeft een geeltje op zijn voorhoofd. En achter het kindje staan de ouders met ook een geeltje op hun voorhoofd. Het kindje kijkt in de spiegel, ziet zichzelf, pakt dat geeltje eraf. Dus daaraan zie je van, hé, het heeft zelfbewustzijn. Het kindje ziet dat het zelf is en dat dat geeltje daar niet hoort. Dus dat pakt het eraf. Dan ziet het in de spiegel zijn ouders staan met zo'n geeltje en plakt het geeltje weer terug. Hmm. En dat is heel interessant. Dus zo jong zijn wij al bezig met te kijken, wat moet ik doen om erbij te horen? Want dat is voor ons heel belangrijk. We willen allemaal gezien worden, we willen erbij horen en we willen ertoe doen. Want zeker als klein kind voelen wij intuïtief, ik moet bij de groep horen, anders overleef ik het niet. Nou, behalve het zelfbewustzijn ontstaat dus ook taal. En op een gegeven ogenblik ga je als kind kruipen, je gaat lopen en komen de eerste corrigerende opmerkingen. In een gezond gezin is een klein babytje wat in een wieg ligt, kan nog niet zo heel veel verkeerd doen. Maar du moment dat het dus gaat kruipen en je stopt je vingers in een stopcontact of je gooit een vaas om van de tafel, dan komen ook de eerste corrigerende opmerkingen. Van nee, pas op, nee, mag niet, of wat dan ook. En een kind kan rond die leeftijd nog niet denken, oh, dit is een gedragscorrigerende opmerking. Dit gaat niet over mij, dit gaat over wat ik doe. Een kind neemt het meteen persoonlijk. En dat doen we allemaal. Elk mens op deze aardkloot maakt dit mee. En wij denken dan allemaal over onszelf, ik ben niet oké zoals ik ben. Ik moet aan voorwaarden voldoen om lief te zijn. Vandaar ook dat dat kindje dat dingetje terugplakt. Ik moet erbij horen, dus ik moet hetzelfde doen als zij. Dus zo jong, we kunnen niet uit verbinding gaan met onszelf. Want je kunt je portemonnee verliezen of zo, maar niet jezelf, dat gaat niet. Maar je krijgt ook wel minder vrijheid. Dus je gaat je eigen vrijheid als het ware beperken, omdat je steeds gaat kijken, wat moet ik doen om erbij te horen? En dat kan zijn of op een pleasende manier, dus hoe vinden ze me aardig, of op een dominante manier, van nou, als het dan niet zeker is wat het moet worden, dan bepaal ik het zelf wel. My way or the highway. Dus je kan of van bovenaf proberen om controle te krijgen over het leven, waar helemaal niet kan, dat hebben we wel gezien door corona. Of van onderaf proberen om controle te krijgen. En die overtuiging, ik ben niet oké, is de bron van de radiozender. En het vervelende is nou, als je al door een filter naar het leven kijkt, dan zie je precies dat wat dat filter toelaat. Voorbeeld, er was een man die was hartstikke bang voor slangen. Die doet de deur open van zijn huis, dat was in India. Daar ligt een opgerold stuk touw in de hoek, maar die man denkt dat dat een slang is. Dus die gooit die deur dicht, komt nooit meer in het huis binnen. Tot hij samen met iemand anders gaat kijken en ziet, hé, het is helemaal geen slang. Het is een opgerold stuk touw. Nou, ons hele leven zit vol met opgerolde stukken touw en wij denken dat het een slang is. Want als ik denk, ik ben niet goed genoeg, dan hoef jij nou bijvoorbeeld maar een keer zo te doen. Dan denk ik, oh, ik ben niet goed genoeg, ze vindt dat ik helemaal geen goed webinar aan het geven ben of wat dan ook. Want alles wat iemand dan doet waar ik belang aan hecht, komt door het filter, ben ik wel oké? Ben ik wel goed genoeg? En dan zul je dus zelfs de werkelijkheid verbuigen, zodat het past in jouw filter. En dat is wel een hele interessante, hè? Wat dan? Wat hoor je? Nou ja, dat we dat dus continu doen, wat er gebeurt en hoe wij dat interpreteren.
Ja. Dus we hebben de hele tijd gedachten bij. Als iemand maar op een bepaalde manier kijkt. Of iemand iets zegt iets op een bepaalde manier. Of dat we direct daar denken te weten wat die ander daarmee bedoelt. Ja. En zelf vragen. We zitten dan soms meteen op de kast. En we vragen zelf van, goh, wat bedoel je daarmee? Ja, dat klopt. Want en zelfs, stel nou, wij hebben elkaar vorige week nog gezien. En stel jij zegt nou van, goh, Angelique, waar heb je een leuke blouse aan? Dan zou ik dus vroeger denken, oh, dan vond je die blouse vorige week dus niet leuk. Gaat helemaal nergens over. Dat zeg jij niet. Alleen het komt door mijn manier van interpreteren, dat ik dat dus zo aanneem. En daarom nemen we dus ook alles persoonlijk. Wij denken dat alles over ons gaat. Nou, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Niet alles gaat over jou. Dan maakt het leven een stuk rustiger. En dat is dus ook wat het van je vraagt. Dat je eerst bij jezelf gaat zien en herkennen. Oh, wacht even, dat klopt. Ik interpreteer wel eens dingen. Zeker van je partner bijvoorbeeld. Of even denken, heb ik een voorbeeld? Nou, stel je hebt hartstikke veel zelf gewerkt. En je komt thuis en je partner zegt van, nou, je bent er ook nooit, hè? Dan is onze neiging om meteen in de verdediging te schieten. Ja, waarom denk je dat ik dat doe? Denk je dat ik dat leuk vind? Blablabla. En je kan ook denken, hey, kennelijk mist hij me. Dus je kan ook zeggen, dat klopt, schat. Ik ben veel niet thuis. Zullen we gewoon eens een afspraak maken om samen lekker weer te gaan eten? Maar omdat we het persoonlijk maken, we voelen het als persoonlijke kritiek. En dat is het niet, want het is de beleving van de ander. Ja. Daar vraagt, ja. Nou, er komt meteen een voorbeeld bij mij naar boven van mijn eigen situatie. Ik weet, en dat is al jaren geleden, nog voordat ik jou ook leerde kennen. En dat was in de tijd, hè, ik was de vereniging had ik opgericht. Ik was alleen maar aan het werk. Ik was door het hele land aan het reizen om lezingen te geven. En ik weet nog dat, en we hadden hele jonge kinderen. Die meiden zijn inmiddels 7 en 9, dus ik denk dat die toen 3 en 5 zijn geweest. En toen weet ik nog dat ik met mijn man een ruzie had in de keuken. En dat hij zei, ja, volgens mij staat je werk gewoon op 1 en niet je gezin. En ik kijk hem echt met een glazen gezicht aan. Ik zei, ja, dat klopt. Ik zeg, maar ja, dat is gewoon even niet anders. En nou, ik werd hartstikke boos op hem. En ik dacht, nou, hij snapt het gewoon niet. Maar ik luisterde helemaal niet naar wat hij zei. Waar hij achteraf denk ik ook, oh, hoe heb ik dit uit mijn mond gekregen? Maar ja, wat hij zei was, ja, gewoon volgens mij vind jij je werk nu belangrijk. Zet je meer tijd en meer aan je gezin. En feitelijk, ja, klopte dat ook. En zei hij ook inderdaad, hey, ik mis jou binnen dit gezin. Ja. En ik zat natuurlijk direct, ik voelde me direct aangevallen. Ik dacht, ja. Snap je gewoon toch wel? Ja. En nou ja, als hij zou houden, dan zou je wel snappen dat het nu even zo is. Kom nou toch? Dus ja. En nou ja, die ruis hebben we er steeds meer uit tussen. Wat zegt hij nou? Of wat zeg ik nou? En hoe interpreteer ik dat? Ja. En door dat dus niet persoonlijk te nemen, maar veel beter te luisteren naar wat hij zegt. En ja, dan gaat soms ook nog valikant mis. En ja, dan zit ik echt vol op de kast. Dus he, die kant zit er ook nog bij. Ik heb wel eens ook tegen, sommige mensen weten het al van mij, dat ik werd in mijn 20e jaren veel Dramara genoemd. Er zit ook, en de Dramara-draak, die zit er nog steeds af en toe. En ja, daar kan ik ook wel, die is veel sneller getemd. En die mag er dus ook zijn. Dus ik ga ook niet denken, oh, ik mag nou nooit meer boos worden of nooit meer kwaad worden. Want dat is natuurlijk ook niet reëel. Alleen dus door er van een afstandje naar te kijken, wordt het wel kleiner, merk ik. Ja. En misschien is het leuker, Angelique, want er komen al van alle. Dat dacht ik al. Nu komt er van alles komt er binnen. Ik heb iemand, je kan zelf even zien als je naar beneden scrolt wie het is. Even in verband met privacy zal ik haar naam niet noemen. Die zegt, leuk je weer te zien, Angelique. Een jaar of 12 geleden heb je bij ons op school een management training. Toen ik hoorde dat jij met hoofdletters deze webinar hebt, was het zeker een reden om deel te nemen. Nou, heel ik erg zag welkom. Ik net de naam langskomen. Dank je wel. Leuk om je hier terug te zien. Ja, ja, hartstikke leuk. Ja. Hey, en daarna heeft Laura heeft een vraag. Goedenavond, hoe kan het toch zijn dat ik naar de huisarts ga en om hulp bijna schreeuw om mij te helpen? A, balans in mijn leven. B, hulp bij mijn overgewicht. Antwoord van mijn dokter in het kort. Eten is wat roomboter minder en ik lust niet eens boter. Nou ja, waar wij dokters heel goed in zijn, is in ja, toch een beetje wat nou, protocollen, hè? Dus we zien iemand met overgewicht. We denken, nou, beter eten, meer bewegen. Nou, misschien nog minder stress, meer slapen. Dan kijk je al redelijk breed. Maar daar zit natuurlijk een heleboel
vaak toch verdriet en stress zit daarachter. Dus ja, en wat ik merk vaak is hoe harder mensen schreeuwen, hè, dus hoe meer mensen naar buiten gaan, dan kan het zijn dat hoe meer andere mensen toch meer afstand nemen. Dat zou zo kunnen zijn natuurlijk bij jouw huisarts. Wat lees jij in dit verhaal, Angelique? Of welke vraag heb jij voor Laura? Ze heeft met name, hè, dus ze geeft het veel aan bij de dokter. Ja. Ze zegt, ja, ik voel mij niet geholpen. Ik voel me ook niet gezien, hè, door de huisarts. Die geeft me een advies wat helemaal niet aansluit. En ze loopt met name tegen het overgewicht en balans in haar leven aan. Wat komt er mee op? Wellicht, als het echt zo is, is het goed om eens een keer bij iemand anders te gaan praten. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Als je echt het idee hebt, hij hoort me niet, hij luistert niet, hij ziet me niet. Dan zou het ook een hele goede tip kunnen zijn om van, goh, kijk eens even in je omgeving of iemand goede ervaringen heeft met een huisarts. En vraag gewoon eens wat en hoe. En het is ook wat jij zegt dan maar. Maar ik kan me ook voorstellen, hè, als je op een gegeven moment wanhopig bent, dan je manier van communiceren is soms dan ook niet uitnodigend. Dat snap ik helemaal. Ja. En dan kan daar, kijk, zo'n huisarts heeft natuurlijk ook zelfafwijzing. Dus zelfafwijzing heeft iedereen. Dus de manier waarop een patiënt naar een arts toe spreekt, kan de arts ook het idee geven, ik doe het niet goed genoeg, je moet er zo snel mogelijk vanaf zien te komen. Ja. Dat is weer op een diepere laag, en ik weet niet of je daar nu iets aan hebt, maar daar zou nou, ik vind het een heel belangrijk punt. Ik vind het een superbelangrijk punt wat je aankaart. Kijk, want ik ken het inmiddels gelukkig niet meer zo, maar zeker uit het verleden, en ja, we noemen dat ook wel eens de heart sink patiënten, dat als je de naam op het spreekuur ziet, dan zinkt je de moed al in de schoenen. En neem deze dus even niet persoonlijk. Nee, het gaat niet over jou. Het gaat niet over jou. Ja. Want waar het over gaat is, kijk, wij zijn, en daar ben ik echt van overtuigd, wij zijn hulpverleners geworden om mensen te helpen, te willen helpen. Maar op een gegeven moment, als je merkt dus dat je niet verder komt, dan raak jij inderdaad gefrustreerd. En dan denk jij vaak, goh, ik doe het inderdaad niet goed. En dan ga je het soms ook weer naar de ander schuiven. Dus ik denk dat dit echt, ja, er zit geen kwade wil. Alleen de vraag is dus inderdaad, luistert hij echt daadwerkelijk naar je zegt? En, dan kaats ik hem even terug, luister je ook daadwerkelijk naar wat je huisarts zegt? Dus het kan de moeite waard zijn om toch nog een keer het gesprek aan te gaan. Ik denk dat het dezelfde Laura is die ook aan haar zoon, over de zoon vraagt. En een kinderarts waarbij je eigenlijk niet helemaal gehoord en gezien voelt. Ik ga ook eventjes de naam van een kinderarts, even de website in de app zetten. Saskia Bauma heet zij. Onwijs fijne kinderarts, gespecialiseerd ook in overgewicht. Zij heeft ook een eerdere lezing gegeven. Die zit ook in het online programma. Maar ik zal even alvast haar website zal ik nog opzetten, Laura. Ik hoop dat je daar ook wat aan hebt. Jan zegt... Het is ook wel interessant nog even, Laura, als je het bij twee artsen hebt, dan zou het iets te kunnen maken kunnen hebben met hoe communiceer je. En dit is echt alleen bedoeld als een onderzoek. Dus het gaat absoluut niet over schuld. Want het kan ook heel erg veel schelen als je gewoon kunt zeggen tegen een arts van, goh, ik merk, ik kom misschien wel wanhopig over. Nou, dat klopt, daar ben ik ook. Maar dat kan al wel de toon voor het gesprek misschien iets soepeler maken. Dus wellicht heb je nog iets aan die suggestie. En ga zeker eens bij een ander kijken als je echt denkt van, nee, dit werkt niet. Jij zei over Jan. Wat was er met Jan? Ja, even kijken. Ik heb even de website van de kinderartsenpraktijk heb ik erin gezet. Jan zegt onbewuste stem, maar ook als volwassene is die stem helaas nog voor een deel onbewust. Ik zie jou driftig knikken, Angelique. Ja. Ja, het zit in het gebied waarvan je niet weet dat je het niet weet. Ja, hoe weet je dat? Niet. Het is je blinde vlek. Ja. En wat misschien wel interessant is, Jan, want ik blijf daar ook nog steeds in ontdekken. Hè. Ik ben al 23 jaar hiermee bezig en ik ontdek nog steeds van, och, hier zit hij weer. Bij mij is er is een boek van Jan Geurt, wat ik jullie ook zeker wil aanraden. Misschien kan je daar ook even in. Ik ga hem ook erin zetten. Ja, helemaal goed. Verslaafd aan liefde. En het gaat dus over dat omdat wij die zelfafwijzing zo sterk hebben. En Lammy, ik zag jou net ook schrijven van 's nachts gaat hij niet uit. Dat klopt ook, want 's nachts zijn we moe. En dan is het moeilijker. Daarom lijken het 's nachts problemen ook veel groter. Eigenlijk zou je dan tegen jezelf moeten zeggen, mijn hersenen zijn moe. Die snappen het nou niet zo goed. Daarom lijkt alles zo ingewikkeld. Dus kijk of je iets kan doen wat je afleidt. Of zet ontspannende muziek op waardoor je kan inslapen. Want het klopt dat het 's nachts lastiger is voor de meeste mensen. En
Het ding is dat als je die zelfafwijzing tegen jezelf zit te tetteren, dan is het eigenlijk dus dat kleine kind wat om een soort bevestiging vraagt. Alleen het punt is, na je 23ste is het de bedoeling dat je hersenen uitontwikkeld zijn. En dan kan je daar niet meer bij iemand anders vragen. De enige die jou dan echt kan troosten, ben jij zelf. Maar wat wij vaak doen, stel ik doe iets en ik vind daar van mezelf stom. Waar had ik? Nou, ik ben om de havenklap mijn sleutels kwijt bijvoorbeeld. En vroeger zei ik dan, oh, Angelique, stom. En wanneer leer je nou eens? En nou, als het gebeurt, dan zeg ik, nou, spannend. Waar zou ik ze nou weer verstopt hebben? Ja, echt. Ik maak er gewoon een spel van. Ik denk, ik heb een haakje. Want ik weet, als ik ze niet aan het haakje hang, dus het scheelt al de helft. Maar af en toe hangen ze niet aan het haakje. En als dat zo is, dan zeg ik, geef niks, mag best. Dus ik troost mezelf. Je houdt jezelf dan ook, hè? Ja, dat vind ik zelf dan leuk. Ja, nee, maar dat is echt, ja. Nou, geef niks, Angelique, mag best. Of als ik merk, stel, er was niet, maar stel dat ik nou heel zenuwachtig geweest zou zijn voor dit webinar. Ik had er heel veel zin, want ik vind het gewoon heel leuk om dit samen te doen met jou. Maar ik had ook heel zenuwachtig kunnen zijn. En daar dan bijvoorbeeld weer boos over worden. Nou, maak je nou niet zo druk en het gaat allemaal wel goed. Maar nee, geef niks. Mag best. Ik mag het allemaal voelen, het mag er allemaal zijn. En het gaat ook weer voorbij. Hm. En die ik ben niet goed genoeg, die mag ik voelen. Dus goed, want als ik die wegduw, dan is het alsof ik mijn kleine Angelique van een jaar of 3, 4... de deur wijst. Nou, als hier een heel lief, ik was namelijk een heel lief, schattig klein meisje, als die hier aankomt en die zegt, ik doe het niet goed genoeg, dan zou ik die gewoon vastpakken. Dan zou ik die zeggen, doei, ga jij maar op de douche huilen of zo. Dat doen we regelmatig wel met onszelf. En om dat te gaan zien, om gewoon echt compassie te hebben met jezelf. En het goede nieuws is, als ik nou rond mijn anderhalf, twee jaar besluit, voor waarvoor reden dan ook, om iets te compenseren. Oh ja, ik weet nog wel wat het was. Kan ik dat verhaal even vertellen? Tuurlijk, ja. Een van de dingen die ik me herinner. Kijk, we hebben allemaal herinneringen van dingen die we heerlijk vonden, maar ook van dingen die we naar vonden. Waarop we ons niet gezien voelden. We hoorden er niet bij of we deden er niet toe. Mensen zijn soms gepest vroeger, wat super naar is. Of je had misschien ouders die dingen niet zo handig deden. Of bij je thuis was gevoel geen onderwerp. We hebben allemaal onze haakjes en oogjes daarmee. Nou, één ding waar ik me herinner, wat ik als afschuwelijk ervaarde, is, ik zit op de pot te poepen, dat doe je rond die leeftijd. Ik ben een jaar of 2,5, 3. Ik ben klaar. En ons mam, zoals in Tilburg zeggen, die is buiten bezig met de was. En ik roep, mam, ik ben klaar. En ons mam roept, ja, wacht even, ik ben nog even bezig met de was. Ik blijf natuurlijk niet zitten wachten. Ik sta op, ik kijk in die pot. Ik denk, hoe zou ik dus maken? Want rond die leeftijd wil je alles proeven om het te ervaren. Nou, ik kan jullie alsnog vertellen, dat hoef je niet te doen, want het was helemaal niet lekker. Ik proef onbevindelijk. En op dat moment komt ons man binnen. En die denkt natuurlijk, dan moet ik eraf leren, want poepetende kinderen kunnen niet meer voor de dag komen. Dus die wordt kwaad. Oh, is het niks, we doen er nou. Dus ik zie een moeder met een verstommend hoofd en ze praat nogal hard. Mijn eerste interpretatie is, die is boos. Dat klopt. Dus meteen denk ik, ik ben nu niet lief genoeg. En dan meteen bedenk je compensatiegedrag. Want je zult als kind nooit je opvoeder de schuld geven. Want daar ben je van afhankelijk. Dus je betrekt het allemaal op jezelf. En je gaat dan ook meteen compenseren. Oké, ik ben nu niet lief genoeg. Ik moet de goede dingen doen. Anders houden mensen niet van mij. Dat had ik als overlevingsstrategie bedacht. Dus ik ging heel erg opletten. Wat denk ik, wat ik moet doen zodat jij me leuk vindt. Nou, dat is natuurlijk een gebed zonder eind. Ik kan nauwelijks voldoen aan wat ik zelf denk. Laat staan aan wat ik denk, wat jij denkt. En ik weet al niet wat jij denkt. Dus aan alle kanten gaat daar helemaal mank. En als ik daardoor mijn leven laat bepalen, zou het zomaar tot een burn-out kunnen leiden. Of als ik dus steeds maar blijf zien, ik ben niet goed genoeg, dan zou het zomaar in een depressie kunnen ontaarden. Dus daar is voor mij in ieder geval een soort van benadrukt dat ik niet oké ben. En als ik nu terugkijk naar die gebeurtenis, dan is dat natuurlijk helemaal niet waar. Er is niks mis met mij. Ik ben helemaal niet oké. Ik ben ook helemaal niet lief genoeg. Ons mam die deed dat. En eigenlijk was het ons mam de oordeel over wat ik deed, waarom zij kwaad werd. Zij wilde niet dat ze een kind had waar poep zat te eten. Dat kan ik niet zo voorstellen. Ze had ook kunnen zeggen, goh schatje, is het lekker? Dan had ik gezegd nee, en dan waren we ook klaar geweest. Maar dan was het iets anders geweest. Waardoor ik me dan weer afgewezen had gevoeld. Want je kunt dit niet vermijden. Dus alle ouders die nu denken, ik ga heel lief zijn tegen mijn kind. Niet doen. Kinderen hebben ook grenzen nodig. Vooral niet alleen maar lief zijn. En bovendien, grenzen aangeven is heel liefdevol.
Ja. Dus je kunt het niet voorkomen. De lol is, als volwassene, Jan, dan kom ik terug op jouw vraag, kun je dus gaan zien dat die stem niet waar is. Het is niet zo. Dat er iets is wat jij zou moeten bewijzen, moeten compenseren, moeten verhullen. Wij zeggen altijd, niemand is perfect. Mijn slogan is, iedereen is perfect, precies zoals je bent nu. Met alle dingen die je fijn vindt, met alle dingen die je niet fijn vindt, dat hoort erbij. Er is maar één exemplaar van jou en daar ben jij. Die kun je ook niet vergelijken doen, ook voortdurend. Hè? Je vergelijkt met een ander. Dat kun je niet. Dat kan je wel doen, maar je wordt niet heel blij, want het is niet zo simpel. Nee, het kan ook helemaal niet. Je kunt wel denken, was ik maar haar. Maar dat heeft helemaal geen zin, want je kan niet jezelf vergelijken. Je hebt zo'n eigen achtergrond, zo'n eigen uniekheid. En in die vergelijking zijn er altijd twee verliezers. Niemand wint. Het gaat erom dat je echt jezelf gaat zien voor al dat wat je bent. En dan te kijken, want dat is op zich misschien wel een leuke, misschien kennen mensen die ook wel. Je hebt Byron Katie, Loving What Is. Dat is ook een heel mooi boek, waarin zij op een gegeven ogenblik schrijft. Ze zat in een psychiatrische inrichting, helemaal onder medicijnen. En ze bedacht ineens, waar ben ik nou toch eigenlijk allemaal aan het geloven? Welke overtuigingen hang ik nou aan dat ik me voel zoals ik me voel? En toen had ze vier hele interessante vragen. Vraag 1, is het waar? Ik zal het antwoord vast verraden. De antwoord is nee. Maar als je dan toch nog zegt ja, want je gelooft toch nog je eigen overtuiging, dan is vraag 2, weet jij zeker dat het waar is? En dan zou ik zeggen, op het leven van mijn hond of mijn kinderen of iets wat je dierbaar is. Want dan kom je erachter, die overtuiging die je hebt over jezelf, die is niet waar. En dan vraagt ze je, wat is de impact op jouw leven als je gelooft dat dat waar is? Als ik denk dat ik niet goed genoeg ben, ja, dan ga ik eigenlijk al half uit. Want dan zijn er een hoop dingen die ga ik niet doen. Die ga ik ook niet vragen. Die ga ik ook niet zeggen, want wie zit er nou op mij te wachten? Ik ben niet goed genoeg. Dus ik ben dan niet mijn volledige zelfexpressie aan het leven. En dat is wel een interessant onderzoek wellicht waar iedereen voor zichzelf zou kunnen doen. Van, goh, wat is die impact nou op die overtuiging die ik steeds maar geloof? Die interne radio uit die blinde vlek radiostation maar steeds uitzendt. En die gewoon niet waar is. Die niet klopt. Dankjewel. Ik zie heel veel mensen al die in de chat zetten. Jee, wat herkenbaar. Dankjewel. Wat leuk. Volgens mij, Laura zegt ook, wat een eye-opener. Leuk. Zitten we inderdaad ook in de communicatie. Dus volgens mij heb je al wat in beweging gezet, Angelique. Nou, superleuk. Monique zegt, wat doe ik aan het volgende? Ik heb jaarlijks een afspraak voor CVRM-controle. Dat is bijvoorbeeld hoge bloeddruk, cholesterol, overgewicht. Kan soms diabetes ermee gecombineerd zijn. En ik ben al nerveus. En ik ben er al nerveus voor. Want ik krijg stevast te horen, je bent te zwaar. Ik loop al jaren bij diëtisten en ik sport 5 keer per week. Wat doe ik eraan? Ik lees hier heel veel in. Maar ik ben vooral benieuwd, Angelique, wat... Want je zit voor mij heel erg in. Hè? Dus je bent al nerveus. Dus je bent al nerveus voor het oordeel van de praktijkondersteuner. Hè? Je bent niet oké. Maar dat is natuurlijk een gevoel in jouzelf. Wat zich al niet oké voelt. Hè? Want iemand kan jou ook niet raken als het al geen gevoelig plekje van jezelf is. Dus de vraag is even, Monique, hè, is je vraag hier nou uit, wat doe ik eraan, zeg maar, met mijn overgewicht? Of wat doe ik aan het gevoel dat ik bij haar kom, of hem, meestal zijn haar, dat ik dus eigenlijk al nerveus word, omdat ik het idee heb dat ik het toch op mijn falie krijg van de juf. Dus daar ben ik nog wel even benieuwd naar. Ik kan ook wel iets over zeggen, denk ik. Ja. Het is wat ik vermoed, hè, en check even, want daar voel jij zelf het beste, is dat je angst is dat je wordt afgewezen. Kijk, als iemand zegt, feitelijk kan je natuurlijk constateren, we hebben daar gewoon maten voor, wanneer ben je te zwaar? Nou, ik zal even zeggen, ik weeg nu denk ik 76 kilo en ik ben 1,70. Ben ik dan te zwaar, Tamara? Sorry, ik was even iets van Frans. Ik was even iets van Frans, want die had een Geef Niks Club ooit voor de grap is opgericht. Dus ik dacht, ik moet heel even kijken wat dat is. Maar daar komen we zo op. Ik weeg 76 kilo, ik ben 1,70. Volgens mij ben ik iets. Ik denk randje te zwaar. Ja. Is natuurlijk, en dat snap ik ook, want waarschijnlijk heb jij ook een oordeel over jezelf. Dat je meer weegt dan je zou willen, of dan
oké is volgens de normen. En als iemand dan feitelijk tegen je zegt, je hebt wat er gebeurt, moet ik andersom doen, want jullie kijken andersom, je hebt wat er gebeurt en je hebt onze interpretatie. Iemand zegt, je bent te zwaar. Wat hoor jij dan dat hij zegt? Denk jij dan dat hij zegt, loser, je bent nog steeds niet afgevallen, er is iets niet goed met jou, want je zegt al dat je 5 keer sport, maar hoe kan dat wel? En wat zeg jij daarover tegen jezelf? En daar heb je last van. Dus om die dingen uit elkaar te halen, en dit is wat wij ook voortdurend doen, hè? Je hebt wat er gebeurt, onze interpretatie, die verwarren wij met elkaar. Wij denken dat hoe wij iets zien of hoe wij iets horen, is wat er gebeurt. En dat iemand tegen jou zegt, goh, je bent te zwaar, heeft niks te maken met wie jij bent. En die verwarring maken wij. Wat je doet, of hoe je lijf eruit ziet, of wat dan ook, heeft niks te maken met wie jij wezenlijk bent. En dat vinden we heel lastig, want je neemt het meteen persoonlijk. Hier heb je weer zo'n voorbeeld. Iemand zegt, je bent te zwaar. Ah, ik ben niet goed genoeg. Denk ik dat er gebeurt. Slaat er ergens op, dan zou je even moeten antwoorden in de chat of het klopt, de aannames die ik nu maak, want er zijn natuurlijk al aannames, allemaal interpretaties, maar wellicht ziet daar, en wellicht herkennen andere mensen het ook, hè. Als je bij een arts komt, is het natuurlijk sowieso altijd al spannend. En vaak doen we dan ook nog zo als patiënten. Dan zetten we die arts ook nog ergens boven ons. Dat is tegenwoordig wat minder, maar dat doen we toch nog steeds wel. Dat is de deskundige. Terwijl, jij bent de deskundige als het gaat over je lijf en je leven. En de arts kijkt mee om te zien, hoe kan ik jou ondersteunen bij jouw eigen deskundigheid over je lijf en je leven. Ja, dat zien we gelukkig wel steeds meer. Hè. Eerst was en voelde artsen dat, hè, dat het ervaren patiënten zo, maar voelde artsen dat eigenlijk ook wel. Goh, ik zal u eens vertellen wat u moet doen. Maar inmiddels zie je toch wel dat het veel meer gelijk getrokken wordt. En ja, ben ik ook een heel groot voorstander van een coachende arts. En een goede coach slijt niet, heb ik me wel eens laten vertellen. Hè. En jij, hè, degene die bij mij komt, daar gebeurt het werk en ik stel jou vragen. Dus ik zeg niet, je moet dit doen of je moet dat doen. En dat maakt het ook anders dan motiverende gespreksvoering. Want dat is eigenlijk, ik wil jou van A naar B krijgen. Hoe krijg ik jou daar? Maar ja, jij gaat, wat je ook altijd een hele mooie binnenkomen van jou is, Angelique, zei, wat maakt dit gesprek een waardevol gesprek voor jou? Dus het gaat om jou. Het gaat om wat jij wil. Eigenlijk wat ik wil is niet zo heel relevant. Kijk, kom jij bij mij met een blinde darmontsteking? Ja, dan zal ik je een dringend advies geven om daar, hè, om toch naar het ziekenhuis te gaan. Ja. Maar heel vaak is die echt die acute situaties, die zijn er natuurlijk gewoon helemaal niet. En dan, jij bent kapitein op jouw schip. En naar binnen kijken en kijken wat jij nodig hebt. En daar hulp om durf te vragen. Hè, want ik vind dat echt ook enorm krachtig. Zeker voor de mensen die echt enorme binnenvetters zijn. Ja. Die dat ook niet makkelijk over praten om hulp te vragen. Echt enorm krachtig. Ik wil even over naar Frans, want de vraag blijft binnenstromen. Ja. Frans, ja, je gaat dus lid van mijn Geef Niks Club. Ik vind hem super grappig. Is er een website van? Kan je er iets meer over delen? Gooi het even in de chat. Ik vind het wel heel leuk en interessant. Petra zegt, ik heb de verslaving voorbij van Jan Geurts gelezen. Die heb je niet gelezen. Ik heb wel het einde van de opvoeding en verslaafd zijn liefde gelezen. En dan gaat het afvallen een tijd goed. En daarna val ik vaak weer terug in mijn oude gedrag. Voornamelijk in stresssituaties. Wat kan ik hiermee? Steeds het boek lezen? Of is er dus een andere tip? En ik denk dat ze misschien daarna nog blijft die situatie steeds lastig vinden om het weer op te pakken. En wordt dan ook boos op mezelf, omdat het me weer niet lukt. Hè? Dus je neemt het persoonlijk. Nou dat, en waarschijnlijk ga je eten in stress uit een soort troost of zo. En wat je dan soms, is het gewoon ook heel praktisch. Hè? Ik heb die neiging ook. Maar in plaats van dat ik nou bij de Albert Heijn Ben & Jerry's Chunky Monkey ga halen met noten erin en hele stukken puur chocola en die hele beker in 1 keer met veel plezier leeg eet en daarna wel even denk, geef niks, maar best, maar het zit er wel in nu, maak ik nu een shake van kokosjoghurt met aardbei en banaan. Dus ik zorg dat ik dingen in huis heb die gezond zijn en waar ik me helemaal te buiten aan mag gaan als ik een snackmoment heb. En als je dan een keer zoiets eet, inderdaad, kijk of je gewoon tegen jezelf mag zeggen, geef niks. Mag best. Het is ook even een stressmomentje. Want door die zelfafwijzing ga je weer meer eten. En dat stimuleert dan die negatieve vicieuze cirkel. Want datgene wat maakt, is hetzelfde als mensen die willen stoppen met roken.
Die roken een sigaret en denken ze, shit, heb ik er een gerookt. Komt daar rotgevoel naar boven, moeten ze weer roken. Mm. Komt dat rotgevoel. Dus alle verslavingen zijn, mijns inziens, en daar heeft Jan Geurts inderdaad in datzelfde boek wat jij net noemt, ook uit de doeken gedaan. Die stress is ook een reactivering van je ik ben niet oké gevoel. Want je hebt het idee dat je tekort gaat schieten. En het is wel interessant wellicht, dat is misschien nog een betere tip, om te kijken wat reactiveert nou die stress. Want als je dat kunt ondervangen, daar zit iets in wat jij persoonlijk neemt, waardoor ik ben niet goed genoeg, of wat dan precies het bij jou ook is. In het boek van Jan Geurts staat een mooi lijstje met mogelijke zelfafwijzende overtuigingen. En meestal heb je er ook meer dan één. Ik doe er niet toe, ik ben niet belangrijk, ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg en ik tel niet mee en ik hoor er niet bij en al die dingen. Als je kunt zien wat daar wordt gereactiveerd, dus je gaat kijken, je ervaart stress. En dan ga je kijken, wat is er gebeurd? Wat heb ik daarbij beleefd? En klopt die belevening? Ik moet het andersom doen, want het is spiegelbeeld. Wat is er gebeurd en wat heb ik daarbij geleefd? Wat is er gebeurd en wat heb ik gedaan? In ieder geval, dat je die uit elkaar gaat halen, dat kan je enorm ontstressen. Ik merk dat ik veel minder stress heb sinds ik dat mechanisme door heb. En dat vraagt inderdaad alertheid. En ik zag net ook iemand iets vragen over discipline. Discipline is natuurlijk vreselijk, want dat moet. Kijk of je het voor jezelf interessant kunt maken. Of je er een commitment van kan maken. Discipline is iets waar je eigenlijk van buitenaf jezelf oplegt. Mm-hmm. En waar je meestal ook helemaal niet zoveel aan vindt. Dus kijk, stel ik wil elke dag 10.000 stappen zetten. Hoe maak ik dat nou leuk voor mezelf? Ik kan naar mijn moeder toe lopen en terug. Ik kan naar een cafeetje lopen en mezelf daar belonen op een lekker kopje koffie en terug. Hoe kun je dingen voor jezelf leuk maken, zodat het geen moeten worden? Mm-hmm. En inderdaad, focus op één ding tegelijk is ook slim. Dus het gaat er ook om, als je echt iets stelselmatig wil veranderen, doe het in kleine stapjes. Overvraag jezelf niet, want dan creëer je weer die werkelijkheid, waardoor je kan zeggen, zie je wel. Ja, het is alleen maar weer een faalervaring erbij, hè? Ja. Ja. En beloon jezelf. Hè? Wij zijn heel goed in onszelf af te straffen. Maar je kan ook zeggen, van, nou, als ik nou 3 dagen doe ik 5.000 stappen, 10.000 stappen, whatever, wat jij wil. Dan ga ik een prachtige bos bloemen voor mezelf kopen. Of dan mag ik iets lekkers wat ook gezond is. En laat je daar ook door inspireren. Jouw kookboek Tamara gebruik ik ook. Er zijn tegenwoordig gelukkig ook steeds meer gezonde, lekkere dingen die niet heel veel suiker en vet en weet ik wat anders niet bevatten. Dus onderzoek ook hoe je het voor jezelf leuk kan maken. Wij kunnen vaak enorm roepen hoe alles vervelend is. Het vraagt net een andere kijk om te kijken hoe kan ik het voor mezelf inspirerend maken. Ja, ja. Hey, misschien een mooi bruggetje naar Gillian. Die zegt, hoe kan ik de pijn en de klachten van mijn fibromyalgie en mijn overgewicht tot kracht omzetten? Nou, heel vaak ja, fibromyalgie is toch iets waarbij we een heleboel vakjes afkruisen en dan zeggen we, oké, u heeft fibromyalgie, maar eigenlijk begrijpen we dat helemaal niet zo goed. Wat ik merk is dat heel vaak, het komt veel meer bij vrouwen voor dan bij mannen, heel vaak vrouwen zijn die moeilijk grenzen kunnen aangeven, die veel beter voor anderen kunnen zorgen dan dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. En daarbij dus de hele tijd over hun grenzen aankomt. We verwarren echt zelfzorg met egoïsme. Dat eigenlijk, je moet voor anderen zorgen, want dan hoor je erbij. Ja, en je ziet dat met name, hè, als ik in mijn praktijk kijk, met name vrouwen hebben daar meer last van. Nou, ik heb geen fibromyalgie, wel een prikkelbare darm. En wat ik heel erg merk, is ik gebruik het echt als kompas. Dus ik merk dat op het moment dat mijn darmen onrust is, in de basis heb ik eigenlijk helemaal geen, heb ik helemaal geen last van mijn darmen, heb ik heel veel energie. Maar ja, soms vlieg ik ook nog wel eens een keer gierend uit de bocht. Ik gebruik ook nooit het woord zondige. Dat vind ik ook zo'n heel naar woord. Dat is ook zo'n stuk op jezelf. Nee, je bent gewoon gierend uit de bocht gevlogen. Ja, prima. Hè? Af en toe echt kan dat ook gewoon best. En straf jezelf daar niet voor. Maar dan kan het zijn dus dat ik, dat ik wat meer buikpijnklachten heb. Of dat ik, want ik ben in de basis, slaap ik heel goed. Maar als ik slechter slaap, dan is dat voor mij echt een teken om weer eens even te kijken. Oké, hoe zien mijn dagen eruit? Wat vind ik fijn? Wat vind ik niet? Ben ik weer over mijn grenzen heen gegaan? Want ik herken het echt heel goed hoor. Ik ben echt enorm, zeg maar, pleasend. Hè? Dat zit er bij mij van origine veel meer in. Maar ik ben wel... Wat zeg jij? We zitten in hetzelfde clubje, ik ook. Zeker, zeker.
Ja, dat is wel natuurlijk echt, zeker de pleasende mensen zullen ook wat makkelijker over grenzen heen gaan. Want ja, dominante mensen die bewaken die grens zeg maar veel beter. Maar en dan lijkt het alsof je iets dus echt bijvoorbeeld voor anderen doet. En dan lijkt het alsof, hè, want dat is natuurlijk ook vaak een angst voor afwijzing. Ja, ik kan nou niet nee zeggen. Want wat ik dan heb, dan zeggen ze, oh, dan komt die arrogante dokter weer. Of daar vinden ze dan van alles van. En dat is mijn aanname. En de grap is, vrijwel elke keer dat ik het doe, krijg ik dus ook complimenten van mensen die zeggen, jee, wat goed dat je zo goed je grenzen aangeeft. Dat krijg ik echt bijna elke keer terug. Dus ja, Gillian, kijk daar eens naar. Hè, van, goh, is dat iets wat je herkent in dit verhaal? Oh, ongelooflijk verhelderend. Dankjewel, klinkt zo bekend. Kijk, ik ken me van vroeger. Ik vroeg ook vaak om bevestiging, zegt Irene. Even kijken. Sylvia vraagt, kan je nog meer uitleggen over het ontstaan van deze stem als je kind bent en een stem net ontstaat? Kan ik nog meer uitleggen over hoe die stem ontstaat? Ja, ja, dus ze zegt, kan je nog meer uitleggen over het ontstaan van deze stem als je kind bent en de stem net ontstaat? Misschien is dit een leuk uitstapje, Angelique, naar het spinnenweb. Ja. Wat jij net zei was eigenlijk die basis, hè, vanaf anderhalf, twee. Maar Ja. dan ben je er natuurlijk niet. Nee. Je bedoelt, dan ben je er niet. Nou, dan is Ja, het dan komt er dan elke jij. keer natuurlijk weer, komt er weer wat bij. Ja, nou ja, het ding is, heel jong. Kijk, ik doe gewoon even gezellig een tekening op een papiertje. Of werkt dat niet? Een cirkel. Ja, nee, Een volgens mij is cirkel, een oké. cirkel perfect. Goed, ik had helaas geen dikke stift. Ah, dat heb ik wel. Dat is nog leuker. Hupsakee, dikke stift. Mooi. Stel je voor dat dit is wie we zijn. Dat is ook wel leuk, want nou is net een zon. Als de worm geboren, een soort ei, een soort mislukt ei. Maar dat moet een perfecte cirkel zijn. Maar ik ben niet goed genoeg, dus dan doe ik die dingen ook niet. Dan is. Kijk, dit is wie we werkelijk zijn: liefde en verbinding. Dat is onze ware aard. Hoe weet ik daar zo zeker? Altijd als jij echt gelukkig bent, is dit aanwezig. Verbinding hebben we allemaal nodig om gelukkig te zijn. En alleen op een eiland kun je geen verbinding maken. Dus je hebt andere mensen nodig, liefde en verbinding. Dit is onze ware aard. Alleen, bijvoorbeeld, dan gebeurt dat wat ik net zei met mijn moeder. Dan komt er een streep en wordt mijn grote cirkel een stuk kleiner. Volwassen zijn. Ja, en hier, dit is ons ego. Daar identificeren wij ons mee. Wij denken echt, ja, bijvoorbeeld, dan heb je ook wel eens, zeker bij oudere mensen. Als je dan zegt van, kun je het niet weer gezelliger doen? Dan zeggen ze, nou, wend er maar aan, want zo ben ik. Dat is helemaal niet waar, zo doen ze. Elk mens is liefde en verbinding. En dit is ons overlevingsmechanisme. Dat kun je niet voorkomen. Dat hebben we allemaal. Hier zit namelijk ook in hoe je boodschappen doet, hoe je auto rijdt, hoe je afwast, de vaatwasser in- en uitruimt, de voordeur open doet, je sleutels pakt. Allemaal hele functionele dingen. Voor functionele dingen is het ego heel handig, je spinnenweb. Voor relatie niet, want in relatiezin is het gebouwd op die zelfafwijzing. En dit is dus inderdaad ook het, hoe heet dat, je blinde vlek en het radiostation van het stemmetje in je hoofd. Nou weet ik niet meer welke vraag ik aan het beantwoorden was. Was ik er eigenlijk aan het vertellen? Nou, over hoe dit ontstaat, zeg Kom je maar er als van kind. af? Nou, dit Wat? spinnenweb is net Tupperware. Levenslang garantie. Alleen, de vraag is nu, hoe serieus neem je het? Kijk, ik heb nog regelmatig die, ik ben niet goed genoeg in mijn hoofd. Alleen ik weet dat die niet waar is. En ik kan dan denken, och, daar is hij weer. Ik ver. Oh. Nee. Oh, je bent weg. Nee, je bent weg. Nee, ik ben nog terug, ik ben terug. Ja, daar ben je. Oh. Ja, Siri die bemoeide zich ermee. Oh, Siri, die Dan wilde moet ik de wel. naam niet uitspreken, want dan komt hij direct weer eraan gevolgd. Dat moeten we niet hebben. Dus het gaat erom dat je het gaat herkennen en dat je het minder serieus neemt. Dat je weet dat het niet waar is. Je kunt geen fouten maken. Je kunt geen fouten maken. Je zult dingen doen die werken. Je zult dingen doen die niet werken. Als iets niet werkt, neem verantwoordelijkheid. Spreek het uit. Wellicht moet je excuses maken, want heb je ook nog iemand anders een dreun gegeven in het voorbijgaan? Neem verantwoordelijkheid. Niemand staat op en denkt: ik ga vandaag eens lekker verzieken voor iedereen. En we doen allemaal dingen die handig en onhandig zijn. Maar dat doen we ook allemaal. Er is niemand beter dan iemand anders. Iedereen is daarin gewoon hetzelfde. Ja.
Ik ga, want nou, misschien een hele korte, nog een kleine korte anekdote die ik vorige week had. Dus dat is toch wel even, vond ik ook wel even grappig. Ik heb altijd de aanname gehad dat ik diepte niet goed in kon schatten. Want ik ben, toen ik bij haar oud was, ben ik geopereerd en bij de ogen, ik had twee ogen die stonden zo. Nou, dat is prachtig recht gezet. Maar ik had daarmee de overtuiging, ik weet ook niet hoe ik eraan kom, mijn ouders leven niet meer, dus ik weet ook niet of zij het ooit hebben gezegd of wat dan ook, dat ik gewoon geen diepte zag. Dus ik kon niet tennissen, geen bal sporten, ik kon nooit sleutels vangen. Dat ik zo deed, zeg maar, dat hielp natuurlijk niet echt mee. Toen ik op een gegeven moment ergens las van, ja, weet je, dat is ook een overtuiging die je zelf... Dus zeg gewoon, ja, ik kan echt heel goed vangen en visualiseren, hè, bijvoorbeeld van een basketbal, visualiseer gewoon dat die in het net gaat. Nou, dat werkt dus gewoon supergoed. Dus echt, we deden zaterdag een spelletje cups. Ik weet niet of mensen dat kennen. Dan moet je overgooien. En je moet op een blokje een ander blokje op een afstand. Nou, echt, dat ging dus mega goed. Sleutels vang ik gewoon nu. En ballen gooi ik gewoon in het net. Dus heb ik 40 jaar heb ik die aanname gehad. Ik heb geweldig. Het niet te zien. Dat is heel grappig. Dus, en dan moet ik ook gewoon heel hard lachen. Omdat het dus... En dat is het leuke, dat hè, wij zijn in 3,5 jaar met elkaar in contact. Maar het wordt gewoon steeds grappiger. Ja. Moet je er steeds nog elke keer als je denkt, oh ja, nee, nou ben ik er wel. En dan kom je weer iets van jezelf tegen. Dan denk je, nou, dit is echt heel grappig. Ja. Even kijken, Angela, want dit vind ik wel een belangrijke vraag. Zegt, hoe kan ik meer zelfvertrouwen ontwikkelen? Alles is zo herkenbaar en het wordt versterkt omdat ik een handicap heb. Door mijn omgeving is niet, ik schiet snel in de verdediging. En men veroordeelt me zo snel. Dus meteen een vraag die in mij opkomt is, is dat waar? Of neem je dat aan? Of neem je dat aan, ja. Ja, weet je wat het is? Het begint ermee, kun jij zijn met jezelf? Kijk, ik ben bijvoorbeeld epilesbisch. Dat wil zeggen, ik heb epilepsie en ik ben lesbisch. Ik ben epilesbisch. En ik ontdekte daar, toen ik zelf heel weinig vrijheid had met mijn eigen lesbisch zijn, werd ik er veel vaker op aangesproken. Dus dan liep ik op straat, had zo'n heel mooi lange paardrijjas van de politie aan. En dan kwamen er een stel jongens voorbij en die riepen dan, hey, vuile pot. Op zijn Tilburgers dan, hè. En dacht ik, hoe weten ze dat nou? En ik was eigenlijk, als ik me voorstelde, dan zei ik, hoi, ik ben Angelique. En dan dacht ik erachteraan, ik ben lesbisch. En als jou dat niet bevalt, dan er maar op. Tot ik zag, ik ben zelf helemaal niet vrij met mezelf. Dus ik ben heel gevoelig voor wat andere mensen van mij vinden op dat gebied. Want als ik daar zelf vrij mee ben, stel nou dat ik een training geef en daar zit een man en die zegt, nou, als jij lesbisch bent, dan ga ik liever naar een andere trainer. Want ja, daar ga ik niet heel dag tegenaan zitten kijken. Vroeger zou ik kwaad worden, in de verdediging schieten. En nu zeg ik, dat is heel jammer voor jou, want ik geef ontzettend leuke trainingen. Wat andere mensen vinden van jou, gaat niet over jou. Dat is hun onvermogen om te dealen met waar jij hen mee confronteert, doordat je een handicap hebt. Handicap is al een rotwoord eigenlijk, hè? Doordat er iets anders is dan... Dan we gewend zijn. Ja, dan we gewend zijn, ja, klopt. Meer is het niet. Dat zijn ook, weet je, dat is ook natuurlijk kleur, dat is seksuele voorkeur. Dat is of je nou wel of niet een oor mist, of een haakneus, een bochel, dik, dun, wat dan ook. Het is niks meer dan wat we gewend zijn en wat daar dus van afwijkt. En het begon bij mij dus echt kunnen zien dat ik mezelf echt helemaal accepteer zoals ik ben. Want als ik dat doe, dan mag jij vinden van mij wat je wil. Dat gaat niet over mij. Dus het raakt me dan ook niet meer. Nee. Heb je daar iets aan? Ik ben heel benieuwd of ze er iets aan heeft. Sylvia, was het Sylvia? Zag jij dat? Nee, dit was Angela. Angela. Maar Frans heeft inmiddels ook gereageerd over zijn Geef Niks Club. Ik vind hem nu al briljant, Frans. Frans zegt, als je lid bent van mijn club, word je milder. En we hebben geen website, geen lidmaatschap. Je kunt er gewoon in erin. Nou, het is gewoon een grap. En tegelijkertijd is het de werkelijkheid. De Geef Niks Club. Fantastisch, Frans. Geef niks maar best. Ik vind het echt fantastisch. Dank je wel voor het delen. Nou, en mooi dat je daar zegt inderdaad. Mensen kunnen best hard zijn. Nou ja, weet je wat het is, hè? Praat is hete lucht met geluid, hè? Hete lucht met geluid doet geen pijn. Hoe jij het interpreteert, dan heb je het weer. Hè? Wat wordt er gezegd? Hoe interpreteer jij het? Als iemand tegen mij zegt, Angelique, stel nou dat iemand van jullie direct in die chat zet, wat een waardeloze coach is die Angelique van Hest. Dan zou ik zeggen, nou, wat geeft jou dat idee? Waar baseer jij het op? Snap je? Dus je kan een vraag stellen als je relatie met die persoon belangrijk genoeg vindt, maar als mensen zo nadoen tegen je, dan zou ik ook denken van, nou, dank voor het delen, maar ik ga daar verder geen energie in steken. Nee.
als je echt met jezelf kan zijn, gaat daar veel minder impact op je hebben. Want het triggert steeds die zelfafwijzing. Daarom doet het jou pijn. Niet omdat zij zeggen, waarom denk je, zie je wel, ik ben anders, zou het misschien voor jou kunnen zijn. Of ik ben tot last, of ik ben niet goed genoeg. En daar zit de pijn. Ja. Hey, Jan zegt nog een mooie, die zegt, kan het ook goed zijn om te vragen, wat zijn mijn verwachtingen? Mm-hmm. Nou, sowieso altijd goed denken om verwachtingen uit te spreken. Verwachtingen zijn abonnementen op teleurstelling, Jan. Zeker als je ze niet uitspreekt. Zeker, zeker. Het is ook wel grappig, hè, dat we altijd denken dat de ander moet weten wat wij verwachten. Als jij een goede vriendin bent, Tamara, ja, dan snap jij wel dat ik één keer in de week door jou gebeld wil worden. Zeker. Heb je nooit dat niet gezegd? Nou ja, maar daar moet ik toch... Ja, maar daar wou ik al bijna onze vriendschap uitmaken, want jij doet dat niet. Maar ik had het nog niet gezegd, dat is waar. Nee, oké, okay, nou, hè? Bij zo deze. Zitten we vol van, zeker ook in relaties. Als je van mij houdt, dan zou je wel weten dat. Nee, als je het niet vertelt, kan je niet verwachten dat iemand het weet. Weet iemand het wel? Mooi meegenomen, bonuspunten. Ja. Maar dat betekent niet van, oh, dit is mijn juiste partner, want die voelt me in alles aan. Ja, ja, ja. Even kijken. Oh, mooi. Melissa zegt, ik ben continu bezig om iedereen om mij heen vrolijk te maken. Alleen dit zorgt ervoor dat ik niet mijn eigen ik kan zijn. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me minder druk maak om hoe mijn omgeving zich voelt? Dus dat is iemand die echt veel geeft. En dus vooral aan het zorgen is dat iedereen om me heen vrolijk is. Lijkt mij dodelijk vermoeiend, kan ik me zo voorstellen. Dat is het ook. En dat doe je omdat jij jouw eigen waarde hangt af van wie jij bent voor een ander. Is jouw idee. Dat is helemaal niet zo. Maar ook daar zit weer, kan jij jezelf, kan jij zien dat wat jij in ten diepste over jezelf denkt in afwijzende zin, dat dat niet waar is. En ik ga nog iets veel luguberder zeggen. Jij denkt dat je bezig bent met de ander, maar je bent eigenlijk bezig met jezelf. Want je doet dat voor hun, omdat je van hun bevestiging wil, zodat jij je goed voelt. Dus als ik het heel cru stel, gebruik je de ander om jezelf oké te voelen. En het is nooit genoeg. Het is een bodemloze put. Een bodemloze put. Nu ik dit zo zeg, ga niet jezelf op je kop geven, want het is een plek. Je wist het niet. En ga maar experimenteren met het niet te doen. Je zult zien dat mensen je nog leuker vinden dan. Want mensen voelen het of het authentiek is of niet. Wat wou jij nog zeggen? Nou, dit is heel herkenbaar. Ik ben dus echt een enorme pleaser. Dus ik was alleen maar aan het zorgen voor iedereen om me heen. En ik weet nog onze eerste ontmoeting. Ja. En dat in ons coachingsgesprek, dat ik echt zo'n heel verhaal over mijn jeugd en bla bla bla. En zei ze, ja, maar wat wil jij? Ik zei, dat wist ik gewoon oprecht niet meer. Dus ga vooral echt kijken, wat wil jij? Wat vind jij belangrijk? En wat wil je echt doen omdat het je energie geeft? Ja. Of wat wil je doen omdat je denkt dat de ander jou dan misschien leuker vindt, maar je weet eigenlijk ook ergens wel dat je er helemaal geen zin of geen tijd of wat dan ook hebt. Dus ga gewoon heel erg kijken wat jij wil. En veel mensen met hypochondrie, hè, dus die makkelijk denken dat ze wat hebben, dus bang zijn voor vaak mensen voor ernstige ziekte. Ja. Wou je daar iets over vragen? Ja, met name hoe mensen dat om kunnen buigen. Het is vaak een angst voor iets ernstigs. Dus het is interessant om te kijken, ook daarin weer, soms, ja, vaak zit daar weer de basis van in je jeugd. Waarom en wat maakt dat je zo angstig wordt om dus dingen te krijgen? Dus misschien is dat goed om daar even achterna. Dus iemand die zegt van, ik kan het niet zo goed volgen. Ik dacht dat het ondertiteld wordt. Ja, dat kan live. Ja, kan het misschien wel. Dan hadden we een vertaler, zeg maar, daarnaast. Maar we gaan de opnames komen op YouTube. En dan kun je daar de ondertitelingen aanzetten. Dus dat kan. Er was nog een vraag of Byron Katie er ook in het Nederlands is. Ik ben even die vraag... Oh, die had ik al... Oh ja, ja. Ik had hem al goed tegen, want die is er ook in het Nederlands inderdaad. Ja, ik had hem, maar ik zal hem nog een keer... Zal ik hem erin zetten? Dan komt hij weer bovenaan. En ik heb even de vragen erin gezet, als dat super is. Dus dan kan iedereen daarmee aan de gang als je wil. Oh ja, Petra zegt nog een mooie, ik maakte van veel mijn probleem. Ik vraag me nu eerst af van wie het probleem is. En dat geeft ook al verlichting. Zijn we ook echt een enorm sterk in probleemeigenaar te worden van problemen die eigenlijk helemaal niet voor ons zijn. Ja, je hebt het al druk genoeg met jezelf, dus laat dat gewoon maar zitten. Ja,
Ja. Het is 9 uur ondertussen. Het is 9 uur. Nou ja, volgens mij, het leeft ontzettend. Kijk, naar nou, Teren vind ik toch een mooie uitsmijter. Ik wil even zeggen dat ik al heel veel aha-momenten heb gehad. En ik heb er al heel veel van geleerd. Zo super om het allemaal te horen. Nou ja, we zijn nieuwe filmpjes aan het opnemen in het online leefstijlprogramma. Ja, je kan nu echt kosteloos meedoen. Jouw filmpjes worden wel pas na de zomer geüpload. Maar die komen op een gegeven moment gewoon vanzelf langs. Ja. Dus ja, wil je nog veel meer van Angelique horen, zou ik zeggen, schrijf je gewoon in voor het leefstijlprogramma. Nu kost het je echt helemaal niks. Vergoedt de verzekeraar het, dan is het prachtig. En zo niet, betalen wij het voor je. En dan kun je er gewoon bij zijn. Nou, ik wil ja, jou allereerst natuurlijk ongelooflijk bedanken, Angelique. Ik vond het helemaal te gek dat je er was. Het is de eerste keer dat we dit zo doen, zo'n Ja. webinar. Ja, wat mij betreft smaakt het echt naar meer. Bij mij ook. Dank je wel voor de uitnodiging en dank je Ja. voor alle levendige belangstelling. Hartstikke fijn. Het is een voorrecht om dit zo te mogen doen. Dankjewel.